is het zo. Ja, het is zo. Godgloeiende. Ik zie het, ik zie... Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken natuurlijk. Ja, superleuk dat jullie kijken. Ja, 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 zeker. Ja, 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 ja. Vet, leuk. Trouwens, dit is het begin van de video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. Dat wordt cool. Maar voordat we gaan beginnen, even natuurlijk die mooie intro. Ik doe het even overnieuw. De 10 optische illusies. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk dat ik het niet kan uitspreken. Nou ja, kaas, kaas. Ik doe dit omdat ik dat leuk vind, oké? Nummertje 1. 1. En dat is natuurlijk de beelden bewegen wanneer het rooster er overheen gaat. Precies. Maar misschien hebben ze iets gedaan dat... Ik weet het eindelijk. Dat ding beweegt natuurlijk. En ze hebben het zo getekend. Als je iets ervoor zou houden, dat het dan gaat bewegen. Super vet. Ook bij die kat, dat je zo die panter ziet. Supermooi. Natuurlijk. Supermooi natuurlijk. Jullie hebben dat heel goed gedaan, zeg maar. Even mijn pet een beetje beter doen. Oké. Dan gaan we weer verder, jongens. Nummertje 2. Twa. Twoe. Twee. En dat is: staar naar het zwarte kruis in het midden. Je ziet dat de lege plek groen wordt. We gaan even met z'n allen kijken, natuurlijk. Ik ga zo staan. En hier staat het dan. En dan gaan we met z'n allen kijken hoe dit allemaal werkt, natuurlijk. Jullie moeten allemaal even naar het kruisje kijken. Doe het maar, jongens. Goed zo. Oké. Gaan we kijken. Is het zo? Ja, het is zo. Godgloeiende. Ik zie het nu echt, jongens. Ik zie het echt. Ik hoop dat jullie het ook zien. Als je naar het zwarte kruisje kijkt, dan wordt dat bolletje groen. Jezus, wat leuk. Wat mooi, jongens. En dan gaan we naar 3. En dat is natuurlijk ook wel een mooie optische illusie. Het is gewoon, ze bewegen niet, punt. Dus hou je bek. Dat zeggen ze eigenlijk nu. Ze bewegen niet, punt. Hou je bek. Dat zeggen ze. Oké, we gaan kijken. What the fuck? Als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je gewoon dat al die, weet ik veel, waaiers, noem ik het even. Het zijn waaiers. Dat zij gewoon bewegen. Nou. Nummertje 4. Dat is ook wel een trippy tripper natuurlijk. Kijk eens even. En ook deze bewegen niet. Ze bewegen niet, maar ik zie alles wel. Een soort van... Weet je wel, als je dan gedronken hebt. Heel veel. Voor de mensen die niet drinken en zo. En jonger zijn, niet drinken mensen. Alleen als je iets ouder bent. Maar als je dat gedaan hebt, dan is dit effect het eigenlijk wel een beetje, zeg maar. Maar we gaan verder. Met je 5 natuurlijk. 5. Kijk 20 seconden naar het midden en vervolgens naar iets anders. Dus het is een soort van trippy tripper. Even kijken, we gaan kijken, jongens. Oké. Blijf naar dat dingetje kijken. Hij draait alleen maar. Hij draait alleen maar. Leuk. Even blijven kijken. Ja. Ja, ik ben aan het kijken, zeg maar. Maar ja. Pop. Oh. Wee, yo. Oké, ik hoop dat je het gedaan hebt. Anders spoed even natuurlijk terug. Maar als je daar gewoon lang naar kijkt, dan gaat het helemaal zo. Gaat zoals een soort van kaas. 6. Hou je ogen op het kruis. Je gelooft je ogen niet. Oké. Ik ga kijken naar het... Ik ben nu aan het kijken naar het kruis. Ik hoop jullie ook. Nou ja. Al die mooie mensen worden opeens Aladdin of zo. Of nee, niet Aladdin. Hoe heet die andere? Monster van Loch Ness.
Of ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Bigfoot of zo. Je moet goed kijken naar het kruisje en je ziet die mensen gewoon lelijk zijn. Gewoon echt lelijk. Terwijl dat ze gewoon in het echt best wel bekend en mooi zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is wel heel cool om te zien natuurlijk. 7 punt. Wat gebeurt er met het kruis? Het hele ding is dus dat er geen kruis is. Dank je. Dank je dat je... Oh, dit is wel, ja. Dit is wel heel cool, ja. Ik weet niet wat het was, maar mensen, als jullie weten wat het is, zet het in de reacties. Dan zeg je 7 punt is... en dan leg je uit wat het is, want ik begreep het even niet. Dus jongens, help me even, alsjeblieft. 8. De gele en blauwe steen gaan parallel. Ja. Nou, daar ben ik niet zo zeker van. Want dat gele dingetje gaat, lijkt net voor te gaan. En dan gaat de blauwe soort van die gele weer inhalen. Dus, shit. Oké. 9. Oh, sorry. Dat mag niet. De lijnen zien eruit alsof ze paren bewegen. Oké. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Deze bewegen gewoon niet. Even kijken dan. Ja, nou, ik denk dat ze wel gewoon bewegen. Want anders zou je niet... Zou je niet zien dat ze... Nou ja, ik begrijp helemaal niks van man. Man, dit is ook voor slimme mensen. Ik ben zo dom. 10. Welke oranje cirkel ziet er groter uit? Nou mensen, gaan we even kijken welke er groter eruit zien. Nou, ik denk gewoon, die met die kleine bolletjes, denk ik. Maar dat is niet zo, want die andere is het. Ja. Nee, ze waren hetzelfde. Sorry. Ze waren hetzelfde. Die blauwe cirkeltjes zijn gewoon hetzelfde, mensen. God, gloeiende, wat mooi. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En reageer op mijn kanaal natuurlijk. En deel deze video natuurlijk. En stuur even een linkje naar een vriend natuurlijk. En dan zie ik jullie weer lekker volgende week. Woensdag.